bij ons Davy Dom, een kerstverse auteur eigenlijk, of dan toch een kerstverse auteur in het Nederlands. Inderdaad, ja. Die pas zijn eerste Nederlandstalig boek uitgegeven heeft, De Voorspellingen van Merlijn, met als ondertitel een interpretatie door een moderne druïde. Kunt u ons daar een woordje meer uitleg over geven? Ja, Merlijn op zich, het is een naam die iedereen wel kent, denk ik. Dus hij is de zogezegde tovenaar uit de legende van koning Arthur en de Ronde Tafel in Camelot. Maar ik ben in dit boek eigenlijk op zoek gegaan naar de oorspronkelijke persoon die achter Merlijn zat of zou kunnen gezeten hebben, want we kunnen niet 100% bewijzen dat hij bestaan heeft. Was waarschijnlijk een soort van wilde man ergens in Groot-Brittannië die daar in de bossen, in de Caledonische bossen heeft gewoond. En aan hem wordt toegeschreven dat hij de voorspellingen van Merlijn heeft neergeschreven of aan iemand heeft verteld of hoe dan ook. Nu, die voorspellingen van Merlijn zelf, die zijn uiteindelijk pas, voor zover dat we weten natuurlijk, de oudste versie die wij hebben is pas in de middeleeuwen, in de 12e eeuw, ja, ja. Dat die eigenlijk is gepubliceerd, dus in het Latijn is opgeschreven geweest. Intussen zijn er in het Engels al verschillende vertalingen van die voorspellingen van Merlijn op het internet en in boeken en dergelijke te vinden, maar niet in het Nederlands, dus ik heb de voorspellingen in dit boek in het Nederlands eigenlijk beschikbaar gemaakt. En buiten dan de voorspellingen op zich heb ik in het boek uiteraard ook een beetje toegewijd over wie dat Merlijn was en wie dat de persoon was die zijn voorspellingen heeft gepubliceerd. Dat was Geoffrey van Monmouth. En ook een aantal interpretaties, zoals de ondertitel zegt, interpretaties over die voorspellingen. Dus waarom heb ik daarbij geschreven interpretaties door een moderne druïde? Omdat ik zelf ook al verschillende jaren bezig ben met het druïdisme. Dus de druïden, dat waren de priesters, laten we zeggen, van de Keltische stammen, 2000 jaar geleden. En ja, natuurlijk, wat het toen was en wat het nu is een beetje verschillend, maar een moderne druïdisme is waar ik mij mee bezig hou. Vanwaar die belangstelling voor het occulte een beetje? Voor? Voor het occulte. Voor de, dus het spirituele, de Keltische spiritualiteit. Ja, dat is eigenlijk begonnen. Ik ben christelijk opgevoed geweest, niet streng of dergelijke, gewoon algemeen. Een brave katholiek, jongen. Niet alle weken naar de kerk. Dat was van thuis uit. Ik ben gedoopt en ik heb mijn eerste plechtige communie gedaan en daar stopte het dan. Maar op een gegeven moment, als ik zo'n jaar of 14 was, dan was ik dat eigenlijk allemaal zo'n beetje beu. Van God, dit of dat, ik was dat allemaal beu en ik was eigenlijk atheïst geworden. En dat jaar is eigenlijk gebleven. Tot op een gegeven moment, we zijn uiteindelijk in moderne tijd, dat ik via het internet een druïde heb leren kennen. Een chatroom. En hij vertelde daar af en toe wel eens iets over, want hij woont in Frankrijk. En ja, op die manier is eigenlijk geïnteresseerd geraakt en meer vragen beginnen stellen. Op een gegeven moment zijn we naar België gekomen om mij te bezoeken. En heeft hij eigenlijk mij op, voor een stuk opgeleid in het druïdisme. En ik voelde gewoon van het begin aan, eigenlijk, vanaf het begin, dat dat eigenlijk mijn ding was. Dat ik voelde dat dat juist voor mij aanvoelde. Dus desondanks dat ik jarenlang atheïst was geweest, was dat voor mij toch een redelijk grote ommekeer. Ik heb nooit, hij heeft mij nooit iets opgetrongen op dit gezicht. Ik ben daar zelf. Ik voelde gewoon, en alles wat hij vertelde, voelde alsof ik het eigenlijk al wist. Precies alsof het was iets dat ik heel lang geleden heb geweten, dat ik mij terug herinnerde. Ja. Dit is uw eerste Nederlandstalig boek dat je uitgeeft. Ja. Voor zover ik begrepen heb, is het niet uw eerste uitgave. U hebt reeds een paar keer in het Engels zaken uitgegeven. Ik heb al een paar boeken in het Engels uitgegeven. De eerste die ik heb uitgegeven is in 2005. De Celtic Chronicles. Dat is niet echt een boek om zo te lezen, maar eerder een naslagwerk, een soort encyclopedie van de Keltische geschiedenis van begin tot in de tijd. Maar toch altijd in dat soort van het, altijd wel daar, dus ik heb er nou ook nog een ander boek geschreven, Entering the Forest, wat eigenlijk een introductie is tot het druïdisme eigenlijk. Ja. Ook in het Engels, die zit dus door iemand anders wel in het Nederlands vertaald. Ik heb het zelf in het Engels geschreven. En dit boek is het eerste boek dat ik eigenlijk zelf in het Nederlands heb geschreven. Gebruikt u
laten we zeggen, uw kennis van druïden alleen op literair vlak? Of leest u daar ook echt effectief naar? Als een soort van druïde of zo? Het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Ik denk dat voor elke levensbeschaving wel is, maar ik probeer inderdaad wel dat het druïdisme, dus levensbeschaving op zich, eigenlijk deel te laten uitmaken van mijn leven. Ik denk dat de punt is zeker niet, ik mag ook praten, we mag allemaal praten. Maar ik probeer dat wel. Het is heel veel naar de natuur gericht in eerste instantie. Die ook, zoals we bekend staan, de bomenknuffelaars tijdens contact even met de Ja. Wanneer er nu mensen zijn die interesse hebben in dit boek, waar kunnen zij dat aankopen of via welke weg kunnen zij dit boek bestellen eventueel? Ze kunnen het sowieso op het internet bestellen, dus het meest interessante en het goedkoopste denk ik is dat via de website van de uitgever, hè. Dat is lulu.com. lulu.com? lulu.com. Ze kunnen hem ook, als ze dat even hebben, vinden op Amazon, zowel Amazon.com of UK. Ja, als de meeste hebben ze daar ook wel. Dus daar kunnen ze allemaal wel vinden. Goed, David, bedankt voor dit gesprek. En veel succes. Dank u.